Dit is het boek. Het heet Bijna Vergeten. Het is geschreven door Dave Goldstein. Bijna Vergeten gaat over Danielle. Ze woont samen met haar vader. Haar moeder is helaas een paar jaar geleden overleden aan kanker. Danielle zit op de middelbare school en heeft een dikke vriendin, Sascha. Gaat ze veel mee om. Bij het populaire clubje kinderen uit haar klas zit Lily. En op een gegeven moment hoort Danielle dat Lily, haar moeder, ook kanker heeft. En dat het heel slecht gaat met haar moeder. Lily en Danielle komen met elkaar in contact. Alleen Lily heeft een hele andere manier van leven en van doen dan Danielle heeft. En dat botst flink met elkaar. Danielle staat voor het dilemma om haar vriendin Sascha te verlaten of in de steek te laten. Uiteindelijk beseft ze dat vriendschap die je al heel lang hebt ook heel belangrijk is om te koesteren. Maar hoe dat verder gaat met Lily en haar moeder? Lees dit boek. Het is heel indrukwekkend geschreven, maar ook heel vlot geschreven. Het zijn korte hoofdstukjes die aanspreken door de vlotte manier van schrijven. Aanrader.